Ik heb hier een werk van Marina Ruempel. En het is een MR-foto, of zo noemt ze het, maar dat zou ook wel haar initialen kunnen zijn. Marina Ruempel. Marina levert een foto aan. Maar het zou pakje kunst niet wezen dat de foto in ieder geval ook een tastbaar karakter moet hebben. Uiteraard is een foto tastbaar, het is vaak van papier of van een soort kunststof gemaakt. Maar in dit geval is de foto gebruikt om te hechten aan een blokje. En dat blokje dat kunnen we gewoon vastpakken met onze vingers. We kunnen het opzij duwen. En ik heb sterk het vermoeden dat we te maken hebben met MDF. Het is in ieder geval wat stofachtig. Blokje, er is al heel aardig een gaatje ingeboord, zodat je dit op een hele mooie plek in huis kunt ophangen aan de muur. Daarmee heeft ze meteen ook een mooi vlak waarop ze even het kan signeren. Het is uit 2014. Where did Alice go? Where Did Alice Go staat daar. Dat is de titel van het werk. En als we het een beetje draaien, dan zien we gewoon eigenlijk al allerlei mogelijkheden om erop los te gaan associëren. Is er sprake van een Alice? In ieder geval is er sprake van een vrouwfiguur, gezien de rode jurk. Het is een tuinachtige omgeving. En als ik het een beetje mag raden, lijkt het wel een boerenkool. En daar is een grote pompoen op de voorgrond te zien en wat appels. Ik zie ook dat er wordt gebruik gemaakt van laarzen, omdat de grond waarschijnlijk wat nat en vies is. En iemand duikt in die massa boerenkool, blijkbaar op zoek naar het een en ander. Anekdotisch, een onderdeel van, verwijst het naar een Ja. verhaal. Ja, Marina die maakt werk wat voornamelijk uit geënsceneerde situaties bestaat waarin zij zelf de hoofdrol speelt. Dus Kijk ik eens aan. vermoed dat dit Marina We kijken al die is. tijd naar Marina. Nou, ik hoop dat ze heeft gevonden wat ze zocht. Ja, laten we het daarbij houden.